vrienden, ik ben zojuist in de Land Rover gestapt met gemengde gevoelens. Hij gaat weg. Het is een jaar en 3 weken geleden dat ik hem heb gekocht. Ik heb er 25.000 kilometer mee gereden. Het is een buitengewoon betrouwbare en ontzettend fijne auto gebleken. Nou, mooie avonturen mee beleefd, op het strand gereden, met andere Land Rover liefhebbers offroadritten gemaakt. Hij heeft een zware aanhanger achtergehangen. Hij heeft volgestouwd met kampeerspullen gezeten. Dus ja, ik heb ervan genoten. Maar ja, zoals dat gaat met autoliefhebbers. Het leven is te kort om te lang met dezelfde auto te rijden. Dus dan begint het toch weer te jeuken. En zit ik toch weer een beetje te kijken naar wat anders. Wat proefritjes gemaakt. En nou ja, van het een komt het ander. En dat betekent afscheid van de Land Rover. Ik ga hem zo meteen inleveren. En iets anders leuks daarvoor mee terugnemen. Ja, en dan is natuurlijk de grote vraag. Wat is mijn nieuwe auto? Nou, jullie zien het al. Een cabrio. Heb ik eerder gehad. Vind ik heerlijk. En in dit geval een BMW 1-serie cabrio. Om precies te zijn een 120D automaat. Uit 2008. Ja, hoe kwam ik daartoe? Nou, de overweging was eigenlijk simpel. Ik wilde een cabrio. Ik heb een aantal proefritten gemaakt met verschillende modellen. Ik heb onder andere gekeken naar zo'n BMW 3-serie cabrio met een vast klapdak. Ik heb nog even aan een Mercedes SLK gedacht. Zelfs nog even aan een Mercedes SL van het type R129. Maar ja, om dat als dagelijkse auto in te zetten, dat is wel erg ambitieus. Ja, en het moest toch ook een beetje economisch zijn. Want wat ik zei, met die Land Rover, 25.000 kilometer in een jaar. Coronaregels zijn eraf, dus dat gaat alleen maar meer worden. Dus een diesel was ook wel een optie. En dan blijft er weinig over. En het leuke van deze BMW 1-serie is dat hij dus met een diesel geleverd is. En dat is ook nog eens een hele fijne diesel. Zeker deze 177 pk sterke diesel. Met automaat, hele fijne aandrijflijn en hij is bijzonder zuinig, want de eerste paar duizend kilometer zitten erop. En nou ja, ik heb 1 op 19 gereden tot nu toe, dus dat, maar met de huidige brandstofprijzen is dat ook geen straf. En dan nu de vraag van, ja, is het nou een dikke BMW? Ja, ik moet zeggen, ik vind dat bij deze 1-serie heel erg meevallen. Het is natuurlijk een auto, ja, eigenlijk gebaseerd op het C-segment. Dus het is geen hele grote auto. En toen die uitkwam in 2004, in eerste instantie als vijfdeurs, toen had iedereen wel wat moeite met deze lijn. En dat is de lijn onder de portieren, eigenlijk boven de dorpel. Die maakt een beetje, je kan het goed zien, een knik naar beneden. Hij werd ook het hangbuikzwijn genoemd om die reden. Ik vind het zelf wel heel mooi, want ondanks dat het een vrij korte, gedrongen auto is, heeft hij daardoor wel, ja, een stukje spanning in het ontwerp, een onderbreking daarvan eigenlijk. En zeker met een donkere kleur vind ik het helemaal niet storend. Zie je het op een lichte auto, een witte of een andere hele lichte kleur, dan vind ik het persoonlijk alweer wat minder mooi. Maar zo op deze auto, zeker de cabrio, die natuurlijk, net als de coupé, dat kleine kontje erachter heeft zitten. Ja, vind ik het gewoon wel een hele, ja, een heel geslaagd ontwerp eigenlijk. Dan? Nou ja, zoals je verwacht van een BMW. Ik heb bewust gezocht naar een auto zonder sportonderstel. Want met zo'n cabrio wil je toch ook een beetje comfortabel rijden. Zeker als dagelijkse auto. Er zitten ook niet al te grote wielen op dit exemplaar. Dat scheelt ook weer in het comfort. Ja, en verder is zo'n BMW natuurlijk gewoon helemaal top. De ergonomie klopt. De zit in de auto is waanzinnig lekker. Je kan je zitpositie heel fijn instellen. Lekker dik klein stuurtje. Ja, en de motor in combinatie met deze automaatbak is waanzinnig.
Er zit altijd genoeg vermogen in. Hij is stil, lekker veel trekkracht. Automaat, die schakelt heerlijk zachtjes. Je voelt hem eigenlijk niet. Maar als je hem dan een keer intrapt, dan heb je wel lekker een pittige kickdown. En dan wil hij ook echt vooruit. Het is gewoon een auto die me ontzettend goed past. En waar je gewoon heel fijn kilometers mee maakt. Ja, en dan natuurlijk dat cabrio rijden. Dat is gewoon heerlijk. Ik heb er een windschermpje achterin zitten. Ik heb nu de ramen even omhoog staan vanwege het geluid in de video. Maar ik rij ook heel vaak met de ramen naar beneden. Zeker als het wat warmer is. Nou, dan heb je lekker wat wind in de auto. Het is gewoon echt top genieten, deze cabrio.